denk je, welke tas is het leukst? Mijn altijd goed tas of deze leuke die ik net kocht in het warenhuis? Ik zou de geblokte kiezen. Want die schreeuwt oudejaarsavond, baby. Ja, die schreeuwt hard. Hallo, vierse feestgangers. Miss Glam, ik kan het niet geloven. Wat doe jij hier? Ik ben onderweg naar de Baldrop Bash. Dus ik dacht, ik kom even langs om hi te zeggen tegen mijn favoriete meiden. Wij gaan ook naar de bash. Oh, het wordt echt te gek. En zeker als jij er ook bij bent. Je weet zelf. Je kent mijn regel voor oudejaarsavond, meid. Is het feestje eerste rangs? Dan komt Miss Glam zeker weten langs. Nou en of. Geen echte oudejaarsavond zonder Miss Glam. Ja. Het feest van vorig jaar in New Fab City was zo extra. Om middernacht liepen er wel 1000 kleine hamstertjes met feesthoedjes op over BB Boulevard. Wauw, ik hoop dat Glitter City dat kan overtreffen. Oh, dat komt goed. Want ik neem namelijk iets heel speciaals mee. Tada! De Glitter Globe-O-Matic. Wauw, supercool. Wat is het? Alleen maar de grootste uitvinding voor feestjes ooit. Voegt gegarandeerd een glinsterende verrassing toe aan elk feestje. Maar de machine is een beetje delicaat. Je moet er voorzichtig mee zijn. Geen zorgen. Dit is het House of Surprises. Wat kan er misgaan? Geen zorgen. Ik weet dat jullie meiden me door dik en dun steunen. Hé, hey, het feestje begint pas over een tijdje. Wil je naar het dak gaan en bijpraten? Ik wil al je geweldige feestverhalen horen. Jazeker, gaat u voor. Denk je dat we genoeg glowsticks hebben? Meid, we hebben genoeg voor elke queen in Glitter City. Oeh, ik moet even chillen. Hé, hey, wat is dit? Een soort gigantisch kattenspeeltje. Oh, je weet dat Neonlicious altijd de gekste dingen koopt voor die poes. Oh, te gek! Ik wil een van deze in elke kamer in het huis. Ja, meid. En toen was er geweldig vuurwerk dat je vanuit de ruimte kon zien. Beste Arbor Day feest ooit. Wauw, oké. Je bent echt een wereldklasse partyplanner. Ja, ik hou van feestvieren. Over feestvieren gesproken, waar zijn de snacks? Ons restaurant maakt de geweldigste koekjes. Ik ga wat halen. BRB! Wat? Oh, ja? Doe maar! Oh, wauw! Ik bedoel, oh nee! Neonlicious! Dit speelgoed is veel te cool alleen voor Neon Kitty. Wat? Nee, het is geen speelgoed. Het is Miss Glam's Glitter Global Medic. Oh, nee. Wat is er? Miss Glam wordt gek als ze weet dat iemand hiermee heeft geknoeid. We moeten het uitzitten. Oh, wacht. De koekjes. Ik moet gaan. Maar de Glitter Global Medic. Maar de koekjes. Meid, zo word je duizelig. Ga naar je vriendin toe. Wij zetten het uit. Oké, maar schiet op. Oh, ik wil niet dat Miss Glam dit ziet. Alsjeblieft, verse koekjes, zo uit het restaurant. Yummy. Smaakt naar de macadamia notenkoekjes die ik wel eens heb gegeten op Star Island. Star Island? Queen, die plek is top. Ik heb daar een videoclip voor Lady Diva geproduceerd. Ja, het is daar geweldig. Weet je, ik kan wel een glas water gebruiken om deze koekjes weg te spoelen. Ik haal het wel. Denk na, wat deed je om het aan te zetten? Ik weet het niet, ik gaf het gewoon een duwtje. Misschien is er iets waarmee we het kunnen uitzetten. Dit! Oh nee, ik zei uitzetten, niet harder zetten. We kunnen de uitschakelaar niet vinden. Blijf proberen! Neonlicious, waar is Miss Glam's water? Nou, je wilt het risico niet lopen te overhydrateren. Ach, ik moest er toch al vandoor. Ik haal even de Glitter Global Medic en vertrek. Ik bedoel, nee, je kunt nog niet gaan. Niet als we zo'n leuk gesprek hebben. Neonlicious, gaat het wel met je?
Je lijkt een beetje nerveus. Ik? Nerveus? Helemaal niet. Waarom zeg je dat? Ik herinner me net dat overhydrateren geen ding is. Ik haal het water. Blijf daar. Glitter Globalmatic wordt echt een grote hit op het feest. Wat is hier gebeurd? Het spijt me zo, Miss Clem. De Glitter Globalmatic begon per ongeluk en nu kunnen we hem niet uitzetten. Maar het goede nieuws is... We willen het kopen. Ik hoop dat je niet boos bent. Dit is niet te geloven. Wat heb je gedaan? Om de Glitter Globalmatic zo fantastisch veel bubbels te laten maken. Het is geweldig. Echt waar? Ja, het is een bubbeltopia geworden hier. Maar zo is het wel genoeg, toch? Ik bedoel, hoe zet je het weer uit? Simpel. Glitter Globalmatic, het feest is voorbij. Serieus? Ja, hij is spraakgestuurd. Om hem aan te zetten zeg je... Hey, wat is dit? Het feest is voorbij. Zie je? Simpel. Uh-oh, kijk, het is 11:45. Oh, zo komen we niet op tijd in de stad voor de Baldrup Bash. Oh. Gaan we het feestje missen? Oh, ik kijk er echt heel erg naar uit. Oh, mm-hmm. Ik ook. Niemand mist een feestje als Miss Glam aanwezig is. Vergeet hamsters met feestmutsen en vuurwerk dat je vanuit de ruimte kunt zien. Dit is echt het beste feest ooit. Want al mijn vrienden zijn hier. Ja, lieverd, ik ben er. NYE Queen? Oudejaarsavonddiva in al haar glorie. Ja, ik kan het niet geloven. Je weet dat ik altijd het meest glamoureuze, leukste eindejaarsfeest ter wereld vind. En Queens, dit is het. Laten we het feest beginnen. Get up and dance, Shades. Of wellicht Fix My Crown. Oh, kijk. Ze hebben balls. En Like My Sisters Do. Ik weet niet welke ik moet kiezen. Ik ook niet. Maar ik ga niet weg tot we het perfecte liedje kiezen. Dan ik ook niet. Hey, trendsetter. Lang niet gezien. Hey, Royal B. Hoi, Skatepark Cutie. Alles goed met mijn BFF? Ik rol door het leven, zoals altijd. Jij? Ik heb geprobeerd een nieuwe trend te bedenken. Weet je, iets dat echt inspireert. Nou, dat zou makkelijk moeten zijn. Ik bedoel, jij bent zoveel coole trends begonnen. Dat hele Y2K-modefestival, glitterwenkbrauwen, huisdier-tapdansen. Ja, mijn kat kan de pasjes al heel goed. Er zijn overal huisdieren aan het dansen. Ja, dat was allemaal ik. Maar nu kan ik niets nieuws bedenken. Het voelt alsof ik mijn mojo kwijt ben. Echt niet. Ik weet zeker dat je het nog steeds hebt. Welke ideeën heb je? Ik weet het echt niet. Is dode punten knippen een trend? Of een evenwichtig ontbijttrend? Ik heb geen idee. Hoe zit het met die maak je klaar met mij video's? Je kunt er je eigen draai aan geven. Of, ik weet het. Wat dacht je ervan een coole skate-trend te starten? Nee, meid. Dat is altijd jouw ding geweest. Wat dacht je van zo'n ding waar je jezelf filmt? Een let's play. Oh, wedden dat ik een totaal trendtastische draai kan geven aan een let's play. Kijk eens. Ik breng een let's play naar het volgende niveau. Trendsetter, je verplettert het. Ik denk dat ik verpletterd ben. Hoe ziet de video eruit? Niet trendtastisch. Wow, Trendsetter is hier. Al mijn vrienden en ik zijn gek op jouw video's. We waren zo'n fan van jouw ververmuurschildering met nagellakuitdaging. Ja, dat was een goeie. Maar nu probeer ik een nieuwe trend te bedenken.
Oeh, klinkt leuk. Kunnen wij helpen? Tuurlijk, ik neem alle ideeën die ik kan krijgen. Hé, wat dacht je van een extreme verbouwtrend? Je neemt de meubels in het House of Surprises en stapelt ze op één grote stapel. Oké, gelukt. Ja, mijn nieuwe trend. We noemen het 12 meter meubels. Trendsetter, de toren is een beetje... Oh, wankel. Oeps. Dat was geweldig! De vloer is lava. Het is die uitdaging waar je probeert een hele kamer door te gaan zonder de vloer aan te raken. En ik doe het met beide handen op mijn rug gebonden. Dat is trendtastisch. Het lijkt erop dat je onder de lava zit. Ja, inderdaad. En om de een of andere reden denk ik dat gezichtplanten op de keukenvloer geen trend wordt. Oké, wat dacht je hiervan? Een solo zingende flashmob trend. Een flashmob met één persoon. Geweldig. Hoe werkt dat precies? Je gaat ergens heen in het openbaar en als de mensen om je heen het minst verwachten... Je eet burgers. Je eet burgers. Trendsetter, je rockt de sfeer. Maar eigenlijk zijn het chili kaasfrieten. Het is officieel. Ik ben echt mijn trendsetting mojo kwijt. Echt niet, meid. Je moet gewoon geïnspireerd worden. Ik weet het niet, Royal Bee. Ik heb het de hele dag geprobeerd en ik kan niks bedenken. Dat was geweldig! Hey! Daar gaan we! Like my sisters do? Like fashion. Oh ja! Ik hou van de color change song! Bedankt voor je hulp, Paul. Nu kunnen we gaan. Ik moet al 45 minuten plassen. Walk like a superstar. Dance like a superstar. Dress like a superstar. Flex like a superstar. Heb je dat allemaal? Tot op de laatste stuiter. En het ziet er geweldig uit. Absoluut. Ik noem het mijn OG Surprise Baltrend. En het is trendtastisch. Ik kan niet wachten om dit te posten en te zien wat de andere bibis ermee doen. Wauw. Ik wist dat je het kon. Nou, het lijkt erop dat je je mojo terug hebt, trendsetter. Ja. Ik had alleen een beetje hulp van mijn vrienden nodig. Bedankt allemaal. Jullie zijn Queentabulous.
het. Ik blijf hier de rest van de dag. Wat is er nu, Licious? Miauw! Wow! Waarom zo moe? Ik ben de hele nacht opgebleven om de styling af te maken voor City Babe's volgende modeshow. Het wordt vast te gek. Zeker weten. En nu ben ik moe. Echt? Te moe om te gaan winkelen? Er is een mega verkoop in het winkelcentrum. Diadeem met kattenoren, 50% korting. Sorry, Swag. Ik red het niet. Wow. Als Neonlicious niet wil winkelen, weet je dat de Bibi moe is. Ja, het enige wat ik vandaag wil doen is chillen en niets doen. Nada! Neonlicious, klaar voor zusjesdag? Zusjesdag? Ja, we blenden het een maand geleden, weet je nog? We gaan verstoppertje spelen op zoek naar schoenen. En bungee jumpen in baljurken. Bungee in baljurken? Klinkt geweldig. Maar onze jurken zijn bij de stomerij. Over dat klimmen. En dan kunnen we een modeshow houden op de top van de berg. Geniet van zusjesdag, jullie twee. En vergeet niet, helmen bij die baljurken. Oeh, ik zet er tiara's op. Klaar om de berg op te gaan, Alicia? Ja, natuurlijk. Kan niet wachten. Maar, we moeten 15 minuten op de bank zitten. Bank zitten is, de nieuwe Pilates. Weet je zeker dat je zusjesdag wilt doen? Je bent toch niet moe of zo, hè? Wat? Ik moe? Nee. Trouwens, we hebben altijd zoveel plezier samen. Weet je nog toen we dat enorme kussenfort bouwden? Zeker. Het enige kussenfort ter wereld met een lift. Wacht, je helpt me altijd met alles, grote zus. Daarom ben jij de beste. En nu is het mijn beurt. Ik maak je de meest comfortabele stoel ooit. Mijn eigen ontwerp. Ga je gang, probeer het uit. Tuurlijk. Oh, bedankt, Neon Cutie. Dit is echt comfortabel. Oh, dat was erg mooi. En heel eng. Nu dat je uitgerust bent, zullen we vertrekken? Ja, helemaal. We gaan. Laten we het doen. Maar eerst moeten we misschien een snack nemen. Brandstof voor onze grote dag. Kom op. Wow, dat was leuk. Nog een keer. Wow. Nog eens, nog eens. Misschien niet. Wow. Ik heb je grote zus. Recht, recht, recht. Neonlicious, dat broodje is oké. Maar je verdient echt iets geweldigs. Omdat je zo geweldig bent. Ik help je. Ik weet dat je van wortelen houdt. En ahornsiroop en guacamole. Plus popcorn. Geel is je lievelingskleur, dus bananen. Dat is toe. Oh, jammer. Ik ruim het wel op. Nee, ik doe het wel. Ze is de innie-minnie schoonmaak-kitty. Hey, ik weet het. Laten we zusjesdag beginnen met pogo springen. Op hakken. Klinkt leuk en modieus. Maar, wat als we... eerst met Neon Kitty spelen. Tuurlijk. Je weet dat ik van poesjes hou. Pak het, Neon Kitty. Ik weet hoe je dit heel leuk kan maken. Meer speelgoed, meer plezier. Ja, maar je weet dat Neon Kitty een beetje... een bange kat is. Kan de zusjesdag beginnen? Wat zeg je van parasailing met paisleyprint parachutes? Hoe leuk dat ook klinkt. Je had het over verstoppertje voor schoenen. Waarom beginnen we daar niet mee? Tuurlijk. Ga je nu je favoriete schoenen pakken en verstop ze. Dan vind ik ze met mijn modezoekende radar. Piep, piep, piep. Ik tel tot 10. 1, 2,
3, 4. Versleken zou gaan. Oh, ja, verstoppertje. Ik denk dat ik per ongeluk een beetje in slaap ben gevallen. Ben je klaar om Rainbow te spelen? Of een trampoline? Maar eerst kunnen we rustig zitten en diep ademhalen. Sis, je hebt er geen zin in vandaag, of wel? Of iets doen van wat we hadden afgesproken. Je bent echt moe, hè? Oh, ja. Waarom zei je dat dan niet toen ik het vroeg? Ik wilde je niet teleurstellen. Maar de waarheid is dat ik te kapot ben voor iets als bungee jumpen of trampolinestretting. Het spijt me. Sorry dat ik zusjesdag heb verpest. Dat weet je niet. We kunnen het nog steeds doen. Kan dat? Oeh. Ik heb het perfecte spel. Het heet Val niet in slaap bij deze stijl. Dus let op, fashionistas. Volgend jaar is de populairste kleur kauwgomroze. Oh, dit is fijn. Miauw!